Goedemiddag, mijn naam is Ronald Tijken. Ik ben van IBM, verantwoordelijk voor de Commerce Solutions in Europa. En ik sta hier op de CeBIT in Hannover, CeBIT 2013, op die IBM-stand. In het kader van Smarter Commerce, een van de oplossingen van IBM. En wat ik u vandaag wil tonen is een oplossing die in ons research lab in Israël gemaakt is. En die zich bezighoudt met augmented reality. En speciaal voor de retailers, maar ook speciaal voor de klanten van retailers, hebben we denk ik een hele interessante applicatie. Achter mij ziet u een voorbeeld van een schap. Dat kunnen natuurlijk allerlei verschillende producten zijn. In dit geval praten we over foodproducten. En wat we hier kunnen zien is dat allerlei informatie waarbij de klant normaal gesproken naar het product toe gaat, dat we die op een telefoon kunnen publiceren, waardoor je ziet dat er veel meer informatie ter beschikking is. Wat ik ga doen, ik ga een foto maken van dit schap. Ik heb zojuist een foto gemaakt van dit schap. Deze informatie die hier nu staat wordt in de cloud gestuurd en gematcht met een server. Op die server hebben we informatie staan die specifiek een matching doet tussen deze producten en die andere producten. En wat normaal gesproken zo is dat een klant een box pakt om te kijken wat de informatie is, zal ik u zo meteen laten zien. We sluiten hem even aan op de televisie. Zal ik u laten zien wat voor extra informatie de klant eigenlijk heel makkelijk daarmee kan doen. Dus we sluiten hem even aan op de televisie. Oké, ik heb de applicatie nu aangesloten op de televisie, zodat je kan laten zien aan u wat er gaat gebeuren. Het schap wat we hier getoond hebben met de verschillende producten komt zometeen in beeld, zoals u kunt zien. En alle informatie die ik nodig heb, die kan ik zometeen via de telefoon zien. Normaal gesproken is het zo, dan pak men een product en aan de zijkant van het product probeer ik te lezen wat voor informatie daar allemaal staat. Met de foto die ik zojuist gemaakt heb, hebben we al die informatie hier eigenlijk al in beeld. En hier aan de zijkant kunt u verschillende sortering zien. En wat ik bijvoorbeeld kan doen, ik kan bijvoorbeeld kijken als ik op zo'n knopje druk hoeveel zout er in verschillende artikelen zit. En u ziet nou, er is gelijk een sortering gemaakt en van de producten wordt die informatie al getoond. Dus als ik nu op zo'n product toon, zo zijn er verschillende sorteringen mogelijk. Ik probeer even een ander product. En u ziet hier de voedingswaarde en gelijk wordt er ook weer een sortering toegepast. En zo kun je veel eenvoudig op die producten zien. Dan is er ook nog een filtermogelijkheid. Ik kan hier, als ik op het filter kijk, en hier naar beneden kan ik allerlei verschillende artikelen tonen waar wat speciaals mee is. Ik heb hier toevallig waar een coupons is. Dus om klanten een promotie te krijgen voor bepaalde producten kan ik dat selecteren. Dus ik zet in dit geval de coupons aan. Haal dan het filter eruit. En u ziet dat er slechts 3 producten in dit geval selecteerd zijn waar een coupon aanwezig is. Oké, wat ik gedaan heb, het filter geopend om te kijken. U ziet het product in beeld. En als ik dan naar beneden scroll, dan zien we hier inderdaad een coupon. En in deze coupon dan is de klant extra geïnteresseerd om hier iets mee te doen uiteraard. Zo hebben we de mogelijkheid om verschillende filters te doen. Maar men kan bijvoorbeeld ook kiezen van ik wil zoutarm dieet hebben. Of ik wil opletten op koolhydraten. Dat betekent dat er allerlei verschillende filtermogelijkheden zijn om het de klant makkelijker te maken. Dus in plaats van, zoals ik eerder zei, dat de klant elke keer naar de doos toe moet, hebben we hier eigenlijk een applicatie ontwikkeld waar we dat allemaal kunnen doen. Vriendelijke groeten vanuit de CeBIT 2013. Mijn naam is Ronald Tijken, dank u wel.